Oh jongens, wacht, wacht heel even. Als je maar een echte opleiding had moeten volgen, dan stond je hier niet. Politieagent had je moeten worden, want dan had je misschien echt iets geleerd. En dan moet je hem dus legen en dan moet je dus waken dat je wegkomt. Die shit explodeert. Hey, leuk dat je kijkt naar deze serie waarin ik unieke beroepen volg en ga kijken of ik geschikt ben. En vandaag ga ik mee met de vuilniswagen, want ik word vuilnisvrouw. We staan vandaag in Laren. Het is natuurlijk niet heel chic dat ik hier met zo'n bak loop, maar goed, dat moet ook gebeuren. Maar eerst even omkleden. Ik ben er klaar voor. En die wijde pijpen, dat is ook helemaal in, hè, tegenwoordig. Kom maar op. Ik zeg die wagen even gaan zoeken. Hier, dit is wel contrast, hè. Oh, jeetje. Zie je hier dus een Porsche staan. We zijn natuurlijk toch in het Gooi, hè. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik vandaag het vuilnis op ga halen. Goedemiddag. Hier in het Gooi, lekker chic, hè. Collega. Goedemorgen, hoi. Dat is goed. Ja, met jou? Jazeker. Wat is jouw naam? Koert. 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 Ik ben Michelle. We gaan al meteen beginnen. Ja, okay. Meteen beginnen. Ja, ja, ja. De cameraman hangt hier, heel gezellig. Kijk je uit. Jezus. Oh, het gaat ook hard. Ben ik in beeld? Ik vind het wel spannend hoor. Oké, we moeten eraf. Nu gaan we beginnen. Okay, doe jij het eens even een keertje voor. Even voor je voordoen. Ja. Ja, ik pakte wel gewoon de kliko twee handen. Biedt hem hier aan, schuin. En dat was het. Waar biedt hij hem aan? Ja, zie je deze? Ja. Zo, je biedt hem schuin aan. Ja. Zodat hij aanpakt en dan klikt hij hem vast. Ja, we kunnen. Hallo. Gelukkig heeft de cameraman een hele goede conditie. Dat scheelt. En dan? In een van de hoeken te houden. Links of rechts, maakt niet uit. Oh. Hey. Ja toch, in één keer. In één keer, lekker. Wanneer weet hij nou wanneer je klaar bent? Hoe bedoel je, wanneer we... Nou, wanneer weet hij dat jij dit hebt gedaan hier? Hij heeft twee camera's en twee beeldschermen binnen zitten. Hij ziet alles wat wij hier doen. Oké. Dus als, nu is hij al, drukt hij al op drive of op een andere knop. Ja. Maar zo anticipeert hij op ons. Ja, we zijn echt een team, ja. Ja, precies. Heb je nou ook wel eens dat hij al gaat terwijl jij nog niet klaar bent? Ja, zeker. Zeker, dan gaan we rennen. Oh. Ja, bijna. Oh, nee. Wacht heel even. Wacht even. Ben jij nou vies van dit soort dingen? Vies? Ja. Nee, want ik heb mijn handschoenen aan en dat soort dingen. Maar, en je bent wel wat gewend? Ik ben wel wat gewend, maar thuis ben ik wel een beetje vies van allerlei van dat soort dingen, ja. Heb je zwetvlees? Nee, dat niet. Nee, zeker niet. Nee. Er zijn bakken tussen dat je gewoon over je nek gaat bij het opendraaien. Nee, al. Ja, echt. Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt? Een bak tot hier. En ik wil hem zo trekken en ik voel een soort dood gewicht eraan. En ik denk, het klopt niet. Dus ik kijk erin, zat er soep in tot hier. Met een miljoen maden of zo. Nee. Die al gewoon 3 weken had in de zon gestaan. En dan moet je hem dus legen en dan moet je dus waken dat je wegkomt. Die shit explodeert. Oh shit. Wat ik heb meegemaakt was een, of zijn nog steeds, van die zakjes die uit de badkamer komen. Met watjes en oorstaafjes en inlegkruis. En die exploderen dan en die moet je dan gaan rapen. Dat vind ik het grijs vind ik het vieste. Godverdamme. Lekker hoor, dat zijn uitzendkrachten die het gewoon Ik heb talent. Je hebt echt talent. Hoe ben je dit begonnen, dit werk? Ik werkte in een supermarkt en ik was bezig met de opleiding filiaalmanager. Ja. Maar mijn vader overleed in dat traject, dus toen ben ik gestopt. Ben ik even werkloos geweest, heb ik
even op internet gekeken en toen zag ik nog dat GRD mensen zocht. Toen mocht ik eigenlijk de derde dag mocht ik gelijk beginnen. Okay. En sindsdien ben ik hier gebleven. Ik heb mijn vast contract in 2018 gekregen. Groot rijbewijs heb ik gehaald voor 2018. Oké, dus jij rijdt ook? Ik rij ook, ja. Zelf rijden vind ik het leukst. Ja. Maar dit vind ik ook leuk voor lekker buiten zijn en beweging. Mag ik ook even binnenkijken? Jazeker, ga maar zitten. Oh ja, die camera hier. Dat is de camera. In onze nieuwere auto zit hier nog een beeldscherm. En hier. En dit zijn de knoppen. Als je die N indrukt, neutraal. En dan kunnen wij achter aan de slag. Deze is gewoon drive en R is achteruit. En dat is het enige wat je nodig hebt? Dat is het enige wat je nodig hebt hier. En de PTO, maar dat zit niet de power take-off. Dat is om de hele achterkant werkend te maken. Die we hebben vier vrouwelijke collega's. Okay. En ook allemaal chauffeurs dan. Ja. Dus die en lopers. Dus eigenlijk hetzelfde gewoon. Ja, dus ik zou gewoon hier kunnen solliciteren. Zeker. Zeker. Ja, misschien. Ga ik even over nadenken. Heb jij vaak te maken met boze mensen die dan moeten wachten? En... Ja, je krijgt van alles naar je kop hier. Dat je maar een echte opleiding had moeten volgen, dan stond je hier niet. Politieagent had je moeten worden, want had je misschien echt iets geleerd. Wat je net hoort, dat we moeten doorwerken. Terwijl het gaat hier aan één stuk door, dus ik weet het niet. Ja, maar de burger ziet dat niet, denk ik. Die ziet gewoon ons, we staan in de weg. Thuis doen we ons afval weg en het moet gewoon weg. En voor dat wil ik er niet meer over denken. In het begin dacht ik van ja, maar ja, ik sta mijn best nog te doen. Maar daarna dacht ik van ja, maakt niet uit. Ik ben hier voor mijn eigen brood. Ik vind het leuk werk. Ik ben nog steeds met tegenzin naar werk gekomen in 6 jaar dat ik hier werk. Ja, het maakt niet meer uit. Je krijgt een huid ook ervan. En verdient het een beetje goed? Ja, ik mag niet klagen. Ik hoorde eigenlijk altijd al verhalen, vroeger ook al was ik er niet mee bezig, met dat vuilnisman best wel oké verdienen. Alleen heb ik me nooit in verdiept omdat ik hele andere dingen bezig was. En tot ik hier kwam dacht ik, nou, dat is best wel oké. Ja. En nu pak ik minimaal 2000. Oké. Dus dan, per maand. Dan hoef ik niks extra's voor te doen. Nee. En als ik extra pak, dan kan je naar de 26, 25. Zo, dit was hem. Volgens mij ben ik wel geslaagd als vuilnisvrouw. Vond je het nou een leuke video? Doe even dan een duimpje omhoog. En dan zie ik je volgende week weer. Doeg! Ja. Ik moet even schoenen gaan vinden nu. Hoi!